Ja, ik wist dat je die zou pakken, want ik heb je gewoon een assist gegeven. Hé, hey, hé. Hey. Ik dacht dat die ging, hè. Maar nu moet ik gewoon van de bovenste rij pakken. Nu praat alsjeblieft rijden. Yes, wij gaan de Q&A doen. Ik en Ryan Flamingo. Daarvoor eerst de spelregels. We gaan steenpapier schaar spelen om te kijken wie er gaat beginnen. Dan vervolgens pak je een steen. Mag niet van de bovenste drie. Daaronder mag je alles pakken. Je mag één hand gebruiken. Je zet die steen die je hebt gepakt, zet je weer bovenop. En degene wie hem laat vallen, die trekt aan het langste eind. Nee, kortste eind. Die heeft verloren. Steenpapier schaar. Steenpapier schaar. Jij mag nog geen. Ryan Bouali, 2012, van Instagram. Wie is jouw voorbeeld buiten het voetbal? Mijn voorbeeld buiten het voetbal? Dus ik mag geen voetballer zeggen, hè? Schijnbaar niet, nee. Ik heb niet echt een voorbeeld buiten het voetbal. Geen Usain Bolt. Ik vind dat ook wel een mooie atleet. Hij kan ook wel echt hard rennen en ja. Ik vind maar het is het een voorbeeld of een inspiratiebron? Ja, inspiratie. Mooi. En mijn vader is ook wel mijn voorbeeld natuurlijk. Ja, toch? Ja. Oké, okay, ik ben... Je moet pakken. Als het nu fout, ja, ja, die domme. Als het nu fout... Oké. Danny Erkes. Als je een dag met een teamgenoot moest ruilen, met wie zou je dat het liefste doen? Wie? Zo. Misschien wel een keeper of zo. Om te kijken hoe het is als keeper als je op goal staat of zo. Nee, man. Maar het is ook niet echt iets. Ik zou dat nooit doen. Top, ik krijg alleen maar ballen op je schoot. Ja, je hebt gelijk. Nee. Maar ja, dan ervaar je wel even iets anders. Ik zou ruilen met Mats Seuntjes. Omdat ik ook in de spits wil staan, een beetje scoren. Welke scoren? Ja, maar ik sta daar, niet jij. Oké, oké. A few moments later. Ben ik nu? Jij bent. Maar ik heb net twee keer gedaan, hè. Oké, pak maar gewoon. Je mag één hand gebruiken. Mag dit. Wat is er? Tijmen 238 van Instagram. Hoe is het om voor FC Utrecht te voetballen? Ja, ik speel hier nog niet zo lang. Dus ik speel hier pas sinds augustus, denk ik. En ja, eigenlijk vrij vlot. Lag ik al wel in de groep. En ja, speelde ik een thuiswedstrijd. En zag je ook echt wel dat er veel fans waren. En dat was wel... mooi om te zien eigenlijk en het voelt wel als een warme club. Dus het is wel eer om hier te voetballen en uiteindelijk hogerop te kunnen. Mag niet van de bovenste drie. Devlin, lage streepje, 030. Wie is je voorbeeld? Binnen het voetbal van mij, mijn idool is eigenlijk altijd Ronaldinho geweest. Dat was gewoon... het allermooiste wat ik heb gezien. Ja, ik had vroeger echt Pogba. Want ik speelde vroeger op 6. Dus ja, ik vond het wel mooi hoe hij die acties deed en dan de kracht die hij heeft. Mm-hmm. Dus ik had wel echt Paul Pogba. Jij bent. God. Jij gaat het gewoon laten vallen nu, hè? Echt. Dan heb je meteen verloren, hè? En deze telt ook eentje voor die van boven. Deze telt ook een eentje is voor ons. Is goed, ja? Jij staat plus 1, toch? Nee, plus 2. Wat? Plus 2 met poelen. Ik sta 26-28, dus als je deze verliest, is het gewoon eentje. Mauro van Loveren, waar zou je nog graag willen voetballen? Bij Real Madrid. Je weet wat er nu gaat komen, hè, bij die sites. Ryan Flamingo, het droom van Real Madrid. Ja, bij Real Madrid, bij gewoon een van de topclubs. Dat zou ik wel graag willen. En, ik wil gewoon Champions League winnen. Sterk. Dus ja. Jij? Waar zou jij willen spelen? Ik ben niet meer zo ambitieus als jij. Maar wat had je zeg maar in reële zin. Wat had je eerst in gedachten? Ja, ik kom uit Breda natuurlijk, dus ik hou gewoon van NAC. Dus, die zit in je hart? Ja, zeker weten. Maar of dat zover komt, dat is het tweede. A few moments later. Die middels is makkelijk, hè? Wat? Goed, hè. Mauro van Loveren. Hé, hey, dat knapt ook.
Ja, hij zit er twee keer in. Hij heeft veel vragen. Hey. Je hebt goede vragen. Wie staat het langst voor de spiegel in het team? Zo. Jij hebt er ook wel een handje van? Nee, ik denk juist als je het langst voor de spiegel staat, ben je niet het mooist. Maar dat is toch helemaal niet de vraag? Ja, maar ik ben het mooist. Dus sta niet langs. Oké. Nu wordt het echt spannend, dames en heren. Zo lekker als je wit van huis goed. Maar hier wordt het wel echt. Kijk, jij gaat wapperen en zo, zie je? Zie je wat je doet? En praten, concentratie eruit halen. Deze stootje en je stootje geven. Tijmen van Instagram. Hoe was je tijd bij BFC in Bussum? Ja, daar ben ik begonnen. Als kleine jongetje in de bak. Bij FC Dortmund, volgens mij. In de bak? Ja, in de bak. Wat is dat? BFC. In de bak. Je hebt zo'n bak waar je in speelt als je 5 jaar bent of zo. Dat die bal er niet uit kan uit de lijntjes. Ja? Heb je dat nooit gehad? Nee, maar... Ik werd er ook ik werd er snel uitgehaald. Uit je was bak. Te goed? Ik was te goed, dus... Ja, het was wel een leuke tijd. Ik was gewoon met vrienden van school en zo. En uiteindelijk, ja, werd het toch wat serieuzer. En dan ging ik weg naar Almere City. Dus bij BFC heb ik wel een leuke tijd gehad. Echt leuk gewoon. Ik moet pakken, hè? Ik weet niet wat je moet doen. Als je niet pakt, ben je gedisqualificeerd ook. Dus... Hey. Pak die onderste. In één keer, snel, dat kan wel. Je kan echt doen, hè? Ja, tuurlijk. Oké, wacht. Je mag niet met twee handen, dat mag niet. Wie zegt dat? Je mag niet met twee handen. Oké. Dit gaat de geit vallen. Deze ga ik niet doen. Kan niet. Nee, kan niet. Die boven die in kan niet. Ah? Ja. We zijn er. A few moments later. Ik moet weer pakken. Mm. En nu gaat die vallen. Niet met twee handen rijden. Ik raak niet aan. Het is gewoon 2 keer zo snel. Die kant eruit halen, beter. Mm-mm. Jawel, beter. Half je mond. Zie je, hij gaat eruit gaan. Hij gaat vallen nu naar jouw kant. Zie je, want die gaat mee. Zie je? Maar die ga jij pakken hierna. Maar hoezo mag ik niet met twee? Hoe bedoel je? Met twee handen? Dan kan je het gewoon heel die stapel vasthouden. Hier. Hij moet er nog op, hè? Ja, maar dit slaat nergens op wat je hebt gedaan hier. Oké. Haroun. Wat is de beste voetballer waar je ooit mee hebt gespeeld? Ja, ik vind Marwan echt, nu dat ik denk van, echt bijzonder. Met Adem Maher had ik een hele goede klik bij AZ. Dus die vond ik ook echt goed. Maar Mitchell bijvoorbeeld bij AZ ook was wel underrated. Je hebt toch ook goed tel, joh? Neno was heel goed, maar die was toen bij NAC wel. Hij heeft vooral daarna echt zijn carrière bij AZ en Ajax doorgezet. En nu bij Sevilla doet hij het hartstikke goed. Ja, ik ben Sassuolo, denk ik dan. En Berardi, of was Kamaka. Is hij nog steeds daar? Ja. Yeah. Hij is echt diehard Sassuolo. Ja, nu gaat hij vallen, je weet het zelf ook. En ik ga niet praten. Hij gaat sowieso naar die kant vallen, denk ik. Eigenlijk kan ik die niet pakken. En hier zijn nog twee. Twee handen. Nee, maar jij houdt het vast, bedoel ik. Jij doet ook met jij nee. Houdt het hier vast? Nee, ik ik doe alleen die steen aanraken. Mag niet. Eén hand. Dat is niet waar. Oké, dan mag twee, maar dan mag ik ook. Ja, maar jij pakt deze en je houdt die andere vast. Rijden, alsjeblieft. Speel. Ja. Speel. Je gaat onze hoofd terugzien als je die steen pakt op. Is dit helemaal zo? Ja.
Omdat jij net die andere dingen hebt geraakt, hè, Ryan. Peter laagstreepje 9. Wie zou een knokwedstrijd uit de selectie winnen? Ja, misschien Moji. Moji is wel echt een sterke, grote jongen. Maar dat wil niet zeggen dat je kan vechten. Ja, dat wil niet zeggen dat je kan vechten. Ik denk, ik wil wel een keertje ik en Mats tegen elkaar zien. Misschien moeten we dat doen tijdens de feestdagen. Kijken wie wint. Vriendschappelijk potje. Ja. Oké, okay, let's go. Okay. Laat het vallen. Hey. Laat me eerst... Wie is de grappigste teamgenoot? Willem. Hé, hey, niet... Kijk, maar nu breng je mij uit de concentratie. Dit is gewoon een faal. Hé, hey, ga niet lachen. Je moet het nog zetten. Oké, okay, en dus de vraag was... Wie is het grappigste? Wie is het grappigste? Ja, ik ga deze echt wel aan meerdere jongens geven. Ik vind jou echt, echt super grappig. Maar ik vind Marel of Jens... Ja, daarom... Jens is echt Jens, grappig. Jens zijn... Ik denk, zeg maar, jij bent gewoon op jouw manier grappig. Maar zeg maar, uh-huh. Jens zijn dingen... Die zijn zeg maar moeilijk om ook ja. te doen, zeg maar. Uh-huh. Die dingen waar hij soms mee komt... Ja, ik denk Jens. Ik denk Jens wint hem wel, want hij... Timing. Hij heeft ook snel, heel ja. snel, heel snel. Ja, en jij hebt ook leuke grapjes. Ik dacht dat je ja. nooit ging zeggen. Nee, ik zweer, jij hebt echt leuke grapjes. Nee, we hebben wel echt een aantal jongens. Mareltje, ja, Jens, jij, ik. Als ik het zelf mag zeggen. Oké, okay, let's go. Ik denk dat we bijna door de vraag eigenlijk heen zijn. Dus ja, maar nu gaat hij waarschijnlijk vallen. Want... Maar ik ben begonnen, hè? Dat slaat nergens op. Waarom? Want? Jij hebt toch verloren met steen, papier, schaar? Verloren, ik had gewonnen. Ja, dus dan moet je... Ja, dat is pech. Dat boeit niet. Dan moet je maar niet winnen, toch? Wow, yo. Hey! Kijk, zo vals spelen ben je. Ik had het met ja, zo. Dit kan sowieso niet. Dit dat. De vraag waren de winnaar, op, volgens mij. Winnaar, Ryan Flamingo. Oké, okay, nu zijn we bij het laatste deel aangekomen. De winnaar van de beste vraag, Danny Erkes. Met de vraag, als je een dag met een teamgenoot moest ruilen, met wie zou je dan het liefste dat doen? En we hadden er geen antwoord op, hè? En jij wel, jij zou in de spits staan. Ja, ik zou in de spits willen staan. Ik vond het echt moeilijk, maar wel een hele goede vraag. Ik vond het ook een goede vraag. Moeten we nog even goed over nadenken. Ryan, proficiat. Tweede keer vandaag. Hij is de beste speler met kleine partijtjes geworden van het eerste seizoenshelft. Dus hij zit echt helemaal in zijn element. Goed op zijn plek bij Utrecht. Ryan, het, ja, gaat, ja, ja. Het gaat lekker. Het gaat heerlijk, lekker. Hè? Vanochtend ook nog gewoon bij jou. Met poelen. Dus je zit er niet lekker in. Ja, ik zit er heerlijk in. Poelen kom ik hier nog halen. En hoe gaat het verder thuis met vrouwtjes en alles? Gaat het ook ja, goed, gaat prima. Gaat ook prima. Rustig aan. Heel lekker. Mensen, fijne vakantie, fijne feestdagen. Een bruisend en geweldig oud en nieuw. En zoek het allemaal uit. En, ciao. Dankjewel voor het kijken.